People collect model horses, and this is a convention for everyone that collects them, and people bring their collections from all over Europe, and we judge them against each other. So, for example, this class is for gated breeds. Everybody brings their gated breeds up to the table, and the judge decides which is the best. Model horses, yes. People collect model trains, people collect model cars, we collect model horses. Why? Because they're awesome. They're beautiful, they're small works of art. They're painted by artists who spend hours and hours on them, and we really appreciate that work. So are they expensive then? They can be. The prices can range anywhere from 5-10 euros to a few thousand, depending on the quality and the artist and how long the artist spent on it. And some of the model horses that we get are produced in a factory, and those, of course, are less expensive than one that an artist hand-painted. Yep. So this is pretty serious. It is. Yeah, people came from very far away. I have people from Germany and people, of course, from Holland. And people came from the UK and from Sweden. And then two of my judges flew from America to help me with the show. Heb je gewonnen? Nee. Jammer genoeg niet. Over het algemeen wordt gekeken welke het meest realistisch is. Kan de kleur in het echt ook bij het ras? Pas is het model een beetje realistisch? Zou een echt paard er ook zo uit kunnen zien? Dat is eigenlijk waarop beoordeeld wordt. Wat vind je hier nou leuk aan? Wat ik hier leuk aan vind? Het is begonnen in de tijd dat ik geen eigen paard kon betalen. Ja, en dit kon wel. Nu ondertussen moet ik zeggen, ik heb nu ook mijn eigen paard. Maar ja, het blijft hangen. Het is gezellig. Een heleboel mensen. Iedereen dezelfde hobby. Iedereen heeft een voorliefde voor paarden. En dat maakt het eigenlijk ook gewoon leuk. Met een griep gewoon plastic en nou ja, rotzooi pakken en in een container gooien. Ja. En als er een kniep is, dan gaat hij dicht? Ja, dan gaat hij dicht. Dat is wel vrij simpel, nee? Jawel. En dus wat les nou op dan? Maar op al je rotzooi, wat plastic of nou, bierdopjes en al je ding. Ja, wat vind je ervan? Ja, wel leuk. Wel leuk? Jawel. Want is het leuk werk of is het leuk om te zien dat het oprijden wordt? Nou, wel leuk om het, dat het oprijden wordt, dat het skinmaken wordt. Ja. Dat wordt er hier al heel netjes van? Ja, dat wordt er wel netjes van. En is hier een dikke bende of wat zoiets? Nou, ja, wel wat bende. Hoe is het? Nou, ik denk super. Geweldig. Ik heb geen les nodig. Dit gaat hartstikke best. Ja, super. Maar is dit inzet van vergezen werkkrachten? Of? Nee. Wij hebben een toegevoegde waarde voor om het hier skin te houden. En de mensen die zorgen dat zij ik hun steentje bijdragen aan de labor hier in Noordzee.
leuk werk? Ja. Wat is er leuk aan? Opruimen. Ja. En dat het schoon wordt. Is dat wel mooi dat het dan de nice skin is? Ja, ik heb het ook al op school gedaan. Oh. Hoe ging dat? Ook goed. En hoe was dat dan? Met de knijpen. Ja? Ja. En dan een ziekje en dan kniepen? Ja. Ja. En dan in een container. Ja, of in de afwaszak. Dat is juist, dat is check. Ik vind het wel een goed test voor jou. Oké. Vind je? Ja. Zullen we maar weer op huis aan? Ja. Dat biedt ik zo'n boterij. José, zullen we maar weer naar de boerderij? Ja. Want dat rijdt ik zo'n bot. Ja. Nou, maar we zijn even zien. Zoveel troep.